Wat ik tegen mezelf zeg voor een wedstrijd is altijd dat ik elke bal moet hebben. Ik ben Esra Neter, ik ben 10 jaar en ik heb iets gewonnen. Namelijk dat ik de bal mag overhandigen aan de scheidsrechter voor het vrouwen-EK. Ik heb gewonnen omdat ik een filmpje online heb gezet van de panna die ik uitgedeeld heb aan een Ajax-speler. Ik maakte een actie. Ik tikte de bal naar rechts, stapte hij uit en toen tikte ik die bal door zijn pootje. Ik vind zelf dat het onzin is als mensen zeggen dat mannen beter kunnen voetballen dan vrouwen. Vrouwen zijn ook heel goed, alleen je ziet ze gewoon minder. Over 10 jaar ziet vrouwenvoetbal denk ik veel groter uit. Ik hoop natuurlijk dat ik dan ook in het Nederlands elftal zit of bij Ajax of ja.